Jack, je staat bijna 80 minuten op een voorsprong. En speel je toch 1-1. Ja, dat is toch zuur, denk ik, aan het einde van de wedstrijd. Ja, dat is teleurstellend als je in de slotfase je voorsprong verspeelt. En niet alleen de voorsprong verspeelt, maar ook dat je onderweg de voorsprong niet op 2-0 brengt in ieder geval. Ja, ongelukkig resultaat, maar ik denk tevreden met de manier waarop we gestreden hebben. Ja, je hebt een wat nieuwe tactiek met Labiel als hangende links buiten en Kvida op links. Op linksback, dat pakt er goed uit, of niet? Ja, ik denk wel. Ik denk dat ik had van tevoren niet verwacht of gehoopt dat het sowieso uitvoeren. Maar Leroy voelt zich heel vrij. Hij heeft natuurlijk vaak links buiten gespeeld. Zij wisten wat de situatie was of hoe hij daar moet spelen. En heeft hij goed gedaan en samen met Jozef die er af en toe overheen kwam. Dat, we hadden dat wel al een paar weken langer in ons hoofd zitten. Uiteindelijk nu wel gebracht. En met name de eerste goal was natuurlijk via de linkerkant gewoon een goed doelpunt. Weet je, als trainer wil je graag je team helpen en om resultaat te halen. En als dit resultaat brengt door bepaalde poppetjes op een andere plaats te zetten, dan is dat zo. En dan moet dat gebeuren in deze fase. Ja, want met Overtoom die twee keer het aluminium raakt, dan lijk je dicht bij de 2-0 en dan komt hij niet. En dan denk je, dan kan het wel makkelijk 1-1 worden. Denk je dan niet van, we moeten eerder die 2-0 maken? Je wil altijd de 2-0 maken en daar heb je altijd een beetje geluk bij nodig. Kijk, één schot wordt van richting veranderd en dan staat de keeper op verkeerde been. En dan moet je de mazzel hebben dat hij erin valt. Je moet ook de momenten mee hebben dat je soms geholpen wordt in de wedstrijd. Weet je. Voetballend kwamen de tweede helft niet meer in ons spel. Er was wel een moment bijvoorbeeld bij Asjebar, als de scheids daar de overtreding fluit. Dan word je in die wedstrijd geholpen. Dan laatste vraag aan RKC volgende week. Dat is nu zaak om vooral tegen zo'n ploeg gewoon die stijgende lijn door te zetten. Dus hoe ga je daar tegenaan? Ja, dat gaan we vanaf morgen gaan we weer naar RKC kijken. Uiteraard hebben we die ook geanalyseerd. En zullen we dat doen zoals we elke week doen. Voorbereiden met beelden, voorbereiding op training. Vanuit je vaste speelwijze. Hè. Ik heb altijd gezegd of de afgelopen weken gezegd, je bent op zoek naar stabiliteit, et cetera. Ja, dan moet je daarop op verder gaan. Makkelijk is niks voor ons. Wij kijken week tot week. En wel vandaag hebben we laten zien, willen we graag volgende week weer laten zien of dat nou RKC is, Den Bosch, Twente of Sparta. Dat is om te even. We moeten naar onszelf kijken. En dit is vandaag een manier geweest waarop we dat graag vaak willen zien.